Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia. Een radio met goed nieuws, nieuws met een eeuwigheidswaarde. Ook deze keer heb ik een hele belangrijke studie. Een studie die ik vervolg van de strijd om de heerschappij. Daar zijn we gekomen bij een belangrijk hoofdstuk. Het gaat over de Ecclesia. Dit wordt een dubbele opname, zowel voor Radio Ecclesia als voor Ecclesia Evangelicorps Holland, omdat we met elkaar verbonden zijn. U hebt natuurlijk dikwijls gezien dat wij de naam Ecclesia Evangelicorps Holland gebruiken en voor Radio Ecclesia. Veel mensen weten niet wat Ecclesia betekent. Er zijn heel wat Ecclesia's in de wereld, in ons land. Ze vertalen dat heel makkelijk voor kerk. Je hebt ook een Ecclesia van de Rooms-Katholieken. Je hebt ook een Ecclesia van menig protestante dominatie enzovoorts. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. Ik ga u vertellen waarom wij de naam van Ecclesia dragen. In de eerste plaats zijn wij kwartiermakers van het Koninkrijk Israël, van de 12 stammen. Maar wij vertegenwoordigen de 10 verloren stammen van Israël. Die zijn nog steeds verborgen en daarom moet dat openbaar gemaakt worden. En daarom zijn we kwartiermakers. Wij richten zelf niks op, maar we brengen dat Koninkrijk van God dichterbij, zodat het zichtbaar wordt. En nou de naam Ecclesia. Dat is de belangrijkste naam die er bestaat. Die een mens kan ontvangen als hij behoort tot de Ecclesia. Daarom is het belangrijk dat deze studie goed wordt gevolgd. Nou, want er bestaat over de naam Ecclesia heel veel misverstand en onbegrip. Wie of wat is nou de gemeente van de gezalfde koning van Israël? De algemene zienswijze is zeer misleidend en ook vals. Vandaar dat ik er speciaal aandacht aan besteed met deze twee opnames. Ten eerste, Israël is Gods uitverkoren volk. Dus God heeft Israël uitverkoren. Hij heeft ons uitverkoren. Niemand kan zichzelf uitverkiezen. God heeft Israël uitverkoren. Alleen zij, let goed op wat ik zeg, is de bruid of de vrouw van God. Dus Israël is de vrouw en de bruid van God. Dat is niet de gemeente. Dat is niet de Ecclesia. Dit volk is door de Heere zelf geschapen. Dus als u er aanstoot neemt aan deze studie, dan moet u het maar eens goed die Bijbel eens onderzoeken. Ik zal u laten zien hoe u misleid wordt. Al 2000 jaar lang worden wij als Nederlandse volk misleid door kerkelijke herders. Daardoor later zijn daar de politieke lui bijgekomen. Maar de kerken zijn begonnen met de misleiding. Onze gezalfde koning heeft daar heel veel voor gewaarschuwd. En die waarschuwing is in de wind geslagen. Vandaar dat je zoveel soorten kerken en zoveel mensen die zichzelf hebben benoemd. Of je nou Pinksteren bent, of reformatorisch, of wat dan ook. Het zijn allemaal door mensen benoemde activiteiten. Het heeft niks met God te maken. Jesaja 43 leert ons, en Jesaja is dus een profeet van Israël en niet van de andere volkeren. Want dat is nou juist de dooddoener, die andere volkeren moeten er altijd bij.
Ik heb een tijdje een predikant opgeleid die nog nooit van de 10 verloren stammen had gehoord. En toen hij daarmee in aanraking kwam, werd hij ontzettend enthousiast. Maar hij kon het niet nalaten om in zijn referaten elke keer die andere volkeren erbij te halen. En hoe dikwijls ik het hem ook zei dat dat niet zo is, heeft hij koppig volgehouden. Dus onze wegen zijn daarna uit elkaar gegaan. En zo zijn er meer van die predikanten die zich tegenwoordig naar het Jodendom neigen. Christenen voor Israël is ook zo'n organisatie waar dan predikanten die niet meer in een kerk zitten wil ergens bij horen. En die worden dan gebruikt als aanplakborden. En ik ken ze. En zij brengen u een vals evangelie. Alleen al de naam Christenen voor Israël is gewoon een hele misleidende naam. Christen betekent namelijk gezalfde. Dus gezalfde voor Israël, terwijl Israël de gezalfde is. En de Joden zijn niet de gezalfde van God. Joden zijn niet het volk van God. Ik zeg het uitdrukkelijk. Daar heb ik genoeg studies over gedaan en daar ga ik nog verder mee. Ik ga ze allemaal ontmaskeren. Al die valse herders die ons misleiden. Maar ik begin bij het lichaam van de gezalde koning. Jesaja 43 vers 1 zegt, maar nu, komma, zo zegt de Heere, komma. Ik hou altijd van die leestekens, want dan moet je even kijken wat gaat er dan komen. Dan zegt hij, uw schepper, komma, o Jacob, komma, en u formeerder. Dus God is de schepper van Jacob en hun formeerder. En dan zegt hij, o Israël, dubbele punt, vrees niet, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mij. God heeft Israël door haar zonden een scheidbrief gegeven, want zij was de vrouw van God. En een vrouw die een scheidbrief had, kon niet meer terugkeren naar een man. Veel christenen weten dat dus niet. Dat is een hele studie op zichzelf. Maar dat volk moest verlost worden. En wie is dat nou komen doen? Jezus. Hij is de gezalfde. Dat is een ambt. Dat is niet een naam. Een ambt. Jezus is de gezalfde. En hij heeft twee ambten. Hij is ook nog koning van Israël. Dus hij is de gezalfde koning. Dat zijn twee ambten. Zijn naam is Jezus van Nazareth. De zoon van de machtige God. Maar hij is de gezalfde en de koning van Israël. Alleen van Israël van de 12 stammen, niet van de Joden. En Jezus is ook geen Jood. Abraham was geen Jood. Isaac was geen Jood. En Jacob was ook geen Jood. Om het u goed thuis te brengen, hamer ik daarop. Dus dit kan nooit een bonte menigte van volkeren worden. Zoals het vandaag aan de dag aan ons presenteren. Want ze zijn de wereld rondgegaan, zogenaamd met het evangelie. En ze hebben alle volkeren zomaar beëvangeliseerd. En iedereen kan nou in dat lichaam van Jezus plaatsnemen. Dat kan dus niet, want zij behoren niet tot Israël. Het is een zelfbedachte kerk die zij aanprijzen. Nou, punt 2. De gezalfde koning van Israël heeft zelf, let op, zijn Ecclesia uitgezocht en samengesteld uit wie? Uit zijn eigen volk. Ook hier vindt men geen verbastering. Ik blijf erop hameren, want u bent misleid. Dit is een ijzeren wet in Israël en daar valt niet aan te tornen. Want natuurlijk, wat wel natuurlijk op grote schaal, wordt gedaan. Kijk maar naar elke predikant of evangelist op de televisie. Ze zitten altijd in een bonte kerk. Vooral die Amerikanen hebben daar zo'n handje van. We krijgen het elke keer op onze televisie. Maar langzamer zeker zal dat licht opgaan. Het gaat over Israël. Dus wij zijn kwartiermakers. Ikzelf ben een wederom geboren Israëliet uit de stam van Zebulon. Goed, de apostel Paulus schrijft aan die Ecclesia, de uitgeroepenen uit Israël. Dus Israël is een uitverkoren volk
En daaruit heeft die gezalde koning zijn lichaam uitgekozen, de Ecclesia. Als de apostel schrijft aan de Ecclesia in Korinthe, let goed op, want dit waren Israëlieten van het huis van Israël in de verstrooiing. En hij zegt het volgende in 1 Korinthe 10 vers 4. En alle dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit de geestelijke rots welke met hen medeging, en die rots was Christus. Dus die rots is niet meegegaan met Hottentotten, met Chinezen, met Marokkanen of wie dan ook. Israël. Goed. Wat door vaktheologen wordt niet onderkend is dat Christus, dus de gezalfde, en Israël onlosmakend aan elkaar verbonden zijn. Uitroepteken. Ook Petrus is net als Paulus goed op de hoogte van Jezus' komst en opdracht. In Matteüs 16 vers 15 tot 19 lezen we ook, hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Dus Jezus vraagt, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, gij zijt de Christus. U bent de gezalfde. Hij zegt de zoon van de levende God. En dan moet je kijken naar het antwoord van Jezus zelf. En Jezus antwoordde, zei de dubbele punt, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dus Petrus geeft een antwoord, omdat het door de Vader aan hem is geopenbaard vanuit de hemel. Dus niet vanuit menselijk denken of menselijke factoren. Nee, dus de Vader in de hemel zegt tegen Petrus door middel van de Heilige Geest dat zijn zoon de Messias is. Nu moeten wij gelijk de valse opvatting uit de wereld helpen dat Petrus de stichter van een kerk is en zeker niet van een valse hoerenkerk in Rome. Want dat is een valse satanische hoerenkerk. De Ecclesia is het lichaam van Israëls koning en daarom medebestuurders over het volk Israël als deze straks volledig hersteld wordt bij de wederkomst van de Heer Jezus. Naar de aarde, let op de troon van zijn vader David, om te gaan plaatsnemen, om over Israël en de wereld te gaan regeren. Dit is dat Mozes, de psalmen en de profeten hebben voorzegd. Met andere woorden, de leer van de zogenaamde christelijke kerk, let goed op wat ik zeg en ik onderstreep het, is vals. Zoals het sprookje van Sinterklaas. Men noemt het een feest, maar het heeft geen inhoud van enige waarde. Lees Ezechiël 34, maar eens ernstig na. Hoofdstuk 34, vers 1 tot 3. Let goed op, het is niet ik die het zegt, het is God zelf die de profeet Ezechiël het volgende aan ons wil meedelen. Het woord des Heren kwam tot mij, dubbele punt, mensenkind, Adamiet. Dus hij heeft het niet tegen zwarte, gele, bruine, maar tegen Adamieten. Profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tot hen, tot die herders, dus ook in onze tijd, zo zegt de Heere, Heere, wee de herders van Israël die zichzelf wijden. Je moet maar verbinding zoeken met evangelisatie, met iedereen. En ze hebben je e-mailadres. Dan word je gebombardeerd met allerlei dingen van hun. En het eerste wat eronder schrijft is altijd hun bankrekening. Hij zegt, zo zegt de Heer, wee de herders van Israël die zichzelf wijden. Want het komt allemaal te goede aan hun. Moeten de herders niet de schapen wijden? Dat zijn die 10 stammen. Het vet eet gij, dus door hun geld te nemen. Met wol bekleedt gij u. Ze bekleden zich met allerlei posities in kerken, professoren, godgeleerden, ze noemen zich dominee, etcetera. Met het wol bekleedt gij u, het gemeste slacht gij, want het is nooit genoeg bij die mensen, maar de schapen weiden zij niet. Ze zoeken namelijk die schapen niet op, omdat ze niet weten waar ze zijn. En ze doen het niet ook.
Want als ze die schapen echt zouden weiden, zou de helft van hun kerk leeg zijn. En als zo'n predikant echt het evangelie van het koninkrijk zou preken, het is een herstel van Israël, nou, dat kent hij wel bij het leger des Heils aan de soep, want hij zal geen droog brood meer kunnen eten. Maar het gevolg daarvan is, daarom is ons volk, het Nederlandse volk, zo goddeloos en wetteloos geworden, omdat er geen goede herders zijn. De goede niet nagelaten. Maar die zijn waarschijnlijk op één hand te tellen. De Heer Jezus heeft gezegd, zal ik bij mijn terugkeer nog geloof vinden op aarde? Nou, we zitten in de laatste generatie van Laodicea, van het boek Openbaring. Dat is een lauwe gemeente. We gaan verder met deze studie. De Ecclesia wordt opgebouwd en versterkt door de Heilige Geest. Is het op dezelfde wijze als Jezus uitsluitend aan Israël verbonden. Dus die Heilige Geest kan nooit buiten Israël werken. Ook dit wordt door de gemiddelde christen niet juist gezien. Daarom moet in de gemeente op de juiste manier gaan functioneren. Door middel van die Heilige Geest. De volgende misopvatting is het begrip. Dus nu heb ik een beetje uitleg wat die Ecclesia is. Dan gaan we eens kijken wie is daar mijn naaste. Want iedereen is ook tegenwoordig maar je naaste. Nou, het antwoord vinden we weer in de Bijbel. In Leviticus 19, vers 17 en 18. Gij zult uw broeder, uw volksgenoot, in uw hart niet haten. Openlijk zult gij uw volksgenoot recht wijzen, niet ter wille van een zonden op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig, haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naasten liefhebben als uzelf. Dubbele punt. Ik ben de Heer. Die kinderen van uw volk, uw naasten, zijn uw volksgenoten, de stam. Die moeten van dezelfde DNA zijn. Die DNA die voorkomt uit Abraham, Isaac. Die lijn Isaac, Jacob. Want uit Isaac zal die uitverkoren lijn gaan. Dus we moeten het DNA van Isaac hebben. Hier in dit wetsgedeelte staat omwonden dat je volksgenoot, je naaste, zijn. Punt. Ook hier is niet aan te tornen. Dus niet zoals in ons land, Turkse Nederlanders, enzovoort, enzovoort. Wat men gemakshalve een multirele cultussamenleving noemt. Hoe erg kan Gods volmaakte wet uit zijn verband gehaald worden? We zijn dus nu een raciaal volk geworden. En raciaal vermengd betekent bastaarden. Een bastaard is nog één, nog het ander. Daarvoor zijn ze bastaarden. We kijken in Deuteronomium 5, vers 2 en 3. En dit is de wijze van kwijtschelding. Iedere schuldeiser zal hetgeen hij aan zijn naaste leende kwijtschelden. Hij zal zijn naaste en zijn broeder niet tot betaling dwingen, omdat men een kwijtschelding voor de Heer heeft afgekondigd. Een buitenlander moogt gij tot betaling dwingen, maar hetgeen van je van die broer te goed hebt, zult gij hem kwijtschelden. Een duidelijk bewijs vinden wij ook in Exodus 2. Mozes was een Leviet en dus Israëliet en ook een Hebreeër. In vers 1 tot 6, daar staat, een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw. Deze werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij zag dat hij schoon was, hij was blank, verborg hij hem 3 maanden lang, maar langer kon zij hem niet verborgen houden. Daarom nam zij voor hem een biezen kistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl. Zijn zuster ging op enige afstand staan om te zien wat er met hem gebeuren zou. Toen kwam de dochter van Farao om in de Nijl te baden en intussen wandelde haar dienaresse langs de Nijl. Zij zag het kistje in het riet en zond haar slavin om het te halen. En toen zij het opende, zag zij het kind en zie het jongetje schreiden. Zodat zij medelijden met hem kreeg en zei, dit is een Hebreeuws kind. Zie je dat Mozes geen Jood was? Goed, alhoewel Mozes aan het Egyptische hof is grootgebracht bij de dochter van Farao, vers 7 tot 10. Toen zeide zijn zuster tot de dochter van Farao, zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan roepen om het kind voor u te zogen. En de dochter van Farao zei dat ja, toen ging het meisje de moeder van het kind roepen.
En de dochter van Farao zei daar, neem dit kind mee en zoog het voor mij, dan zal ik u het toekomende loon geven. Daarna nam de vrouw het kind mede en zoogde het. En toen het kind groot was geworden, bracht zij het naar de dochter van Farao. En ze werd door haar zoon als zoon aangenomen. Zij noemde hem Mozes, want zei zij, ik heb hem uit het water getrokken. Waren de Egyptenaren niet zijn naasten? Er zijn nog heel wat schriftgedeelten aan te halen. De Bijbel maakt een duidelijk onderscheid tussen Israël en andere volkeren. Ook dit is een studie op zichzelf. Dit kan ook bevinden op onze website zebulon-en-issachar.com. Als wij als oorspronkelijk Nederlands volk kan gaan en andere volken als naaste aanvaren, wat dus niet kan, want Israël is heilig en dat betekent apart. Israël mag zich absoluut niet vermengen met volken. Want ook alle rassen zijn niet gelijk. God is heeft Adam geschapen naar zijn beeld en gelijk. En de mens Adam is eensoortig. Je hebt geen soorten Adamieten. Je hebt geen soorten mensen. Ik realiseer mij heel goed als ik dit schrift laat opblinken. Dat er een golf verontwaarding zou losbarsten. Juist in deze tijd waar rassen, scheiding sterk wordt afgewezen. Dat willen de Illuminaten doen. Eén wereld, één volk, één godsdienst. Maar zoals de titel van deze studie laat zien, het gaat om de strijd die gevoerd wordt om de heerschappij van de wereld, waar Israël onder koning Jezus de hoofdrol zal vervullen. Vandaar de onderlinge strijd tussen Israël en de volkeren. De discipelen van de Heer Jezus waren de eerste leden van het lichaam en waren raszuivere Israëlieten. Deze zullen ook straks op de 12 stammen als Israël als vorsten zijn. Ook hier opnieuw is het lichaam van de Heer Jezus geen bonte kerk. Dan gaan we kijken naar de olijfboom. De olijfboom is het symbool van de geheel Israël, de 12 stammen. De vijgenboom verwijst naar het huis van Juda, de 2 stammen. De wijngaard verwijst naar het huis van Israël, de 10 stammen. En de wilde olijftak verwijst naar de verheidense Israëlieten die opnieuw geënt zullen worden op de wortelstam. Wie weet dat nog? Christenen, predikanten, godsgeleerden. Weet u dat? Wat die olijfboom is. Dat is niet een Chinees, een Marokkaan, een Turk, een Italiaan bij elkaar als lichaam van Christus. U kent de symboliek van de Bijbel niet. Daarom gaan we even kijken wat Romeinen 11 ons leert. Vraag 1, of vers 1. Ik vraag dan, zegt Paulus, dubbele punt, dan moet je weer goed opletten. Heeft God zijn volk toch niet verstoten? Dat is een vraag die hij stelt aan die menigte die die onderricht geeft. Wat zegt Paulus? Volstrekt niet, met een uitroepteken. En dan gaat hij een getuigenis geven van zichzelf. Ik ben immers zelf een Israëliet, dus geen Jood, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. En Benjamin hoorde bij de 10 stammen, maar die waren na de scheiding, was Benjamin toegevoegd aan het huis van Juda. Goed, dan gaan we lezen vers 17 tot 24. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn, en gij als een wilde loot daartussen geënt zijn, en aan de sappe wortel van de lijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken, indien gij u er tegen beroemt niet. Gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken, omdat ik als lood geënt zou worden. Goed, ze zijn dan om hun ongeloof weggebroken. Dus door hun zonde zijn ze gedeporteerd in ballingschap. En gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Die Judaïten en die Benjamieten, die stammen, die anderen,
die wilden die 10 stammen niet terugkrijgen. Dus die gaan zich tegen verzetten. Dat had Paulus mee te maken. Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, hij heeft het natuurlijk Israël niet gespaard, hij zegt, zal hij ook u niet sparen. Dus als je dat volk niet, als je geen één volk wordt, Juda, Israël, let dan op de goede tierenheid Gods en zijn gestrengheid over de gevallen gestrengheid. Maar over uw goede tierenheid Gods, indien gij bij de goede tierenheid blijft, anders zult ook gij weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun geloof ongeloof blijven, weer geënt worden. God is immers bij machten hen opnieuw te enten. Dat heeft hij gedaan. Jezus is gekomen om die 10 stammen te verlossen op het kruis van Golgotha. Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar het tuurige behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele lijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden. Ja, Paulus schrijft niet zo makkelijk. Het is, daar moet je hele studies voor maken. Je moet het heel aandachtig lezen en tekst met tekst vergelijken. Dat is niet zomaar even een tekstje oplezen en dan begrijpen we die zaak. Nee, dat is niet zo. Daar hebben we de Heilige Geest ernstig bij nodig om deze belangrijke profetische woorden te gaan begrijpen. Dan moeten we even verder kijken naar de Israël-natiën. Dus niet Israël als volk, alleen maar natiën. Uit Israël zal een menigte van volken komen. Dat zijn niet de volken uit de wereld die erbij gevoegd worden. Nee, uit Israël, via Isaac, Jacob, zullen uit die geslachten zullen vele koninkrijken ontstaan. We gaan kijken. De twee eerstgeboortelanden zijn Efraïm en Manasse en zijn in het begin van de 20e eeuw in de bezit gekomen van de beste landbouw, gebied en mineralen. Als je de zegen leest van Jozef over zijn twee zonen Efraïm en Manasse, dan komt hij dat tegen. En andere rijkdommen van de wereld zoals goud, zilvermijnen, ijzeren, staal, olie, kolen, hout enzovoort. Ze hebben samen met meer dan de helft geproduceerd van de wereldgoederen en driekwart van de sleutelproductie. Maar ook de andere stammen van het huis van Israël begonnen te groeien. Na hun verblijf uit de ballingschap mochten ze dus naar een gebied dat God had bepaald waar ze zou uitgroeien tot een menigte van volkeren. En dat vindt u in 2 Samuel 7 vers 10. Nou, het huis van Israël bevindt zich niet alleen in Engeland, dat Efraïm is, en Amerika, die Manasse is, maar ook in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en, denk erom, de protestante natieën van Noordwest-Europa, zoals Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nederland, België en Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Dus het helft van Duitsland. Gedeelte van de 10 stammen trokken op hun weg naar hun beloofde plaats, volgens 2 Samuel 7 vers 10, trokken zij door Rusland, Spanje, waar sommige groepen zijn achtergebleven. Door die trek van die volkeren uit hun ballingschap zijn velen op de bestemde plaats gekomen, maar er zijn ook velen achtergebleven. Leden van het huis van Israël zijn verspreid over de gehele aarde, maar zullen samen later vergaderd worden. Dat staat in Amos 3 vers 1 en 2. Hoor dit woord dat de Heere over spreekt, gij Israëlieten, over het ganse geslacht dat ik uit het land Egypte heb gevoerd. U alleen heb ik gekend uit alle geslachten van de aardrijk, daarom zal ik ook uw ongerechtigheid aan u bezoeken. Hoor je dat? Gaan er twee tezamen zonder dat zij het eens zijn geworden. Aan de volkeren en hun generaties zijn veel waarschuwingen gericht om zich te bekeren van hun zonde, anders zullen zij ook onder het oordeel vallen. Want in 2 Kronieken 7 vers 13 en 14 lezen wij, wanneer ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, wat nu momenteel gebied, indien ik pest onder mijn volk zend en mijn volk daarover mijn naam is uitgeroepen. Dus door zonde heeft God die sprinkhanen uitgezonden. Dat heet, die doet hij nou weer, want al die zwarte komen hier naartoe. Dat zijn allemaal van die sprinkhanen. En uit Oost-Europa gaan zo maar door. En de pest is over ons volk uitgezonden. Dat is een brede term voor ziekten. Ziekenhuizen zijn net fabrieken geworden vandaag aan de dag. En de wetenschap denkt dat zij beter zijn dan God. Die denken dat ze het allemaal onder de knie krijgen.
Er is nog nooit in de geschiedenis van de mensdom, van Adam, ooit een volledige genezing geweest onder deze mensen, onder de Adamieten. Elke keer als er iets onder de knie kwam, brak er ergens weer wat uit. Kijk, God kan je niet tegenhouden. Als je zondig, word je gestraft. Wat je zelf zaait, zal je oogsten in je lichaam. Als je zonde zaait, zal je de dood baren. Maar, zegt hij, want het gaat over zijn volk waarover zijn naam is uitgeroepen. Het gaat niet over de wereld. Verootmoedig zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen. Dan zal ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land herstellen. De enigste hoop voor Nederland is zich bekeren massaal tot hun God in de hemel om aan alle plagen te ontkomen. En om het eeuwig leven te kunnen beërven. En dit is nou wat ze noemen de tijd van Jacob. Dat is niet die grote verdrukking waar ze het allemaal over hebben. Allemaal van die fabeltjes die allemaal sensatieverhalen gaan. Uit elkaar gerukte teksten waar allerlei dingen bijgevoegd zijn. Daar zijn ze in die evangelische wereld knap in het misleiden. Wat vandaag de dag ook op internet is. Als je op het internet kijkt, en ik zit er natuurlijk zelf ook op. En je gaat zoeken op het internet wat het evangelie is. Dan krijg je een zootje bagger over je heen. Dat hou je dus niet voor mogelijk. Allemaal leugen op leugen gestapeld. Misleiding op misleiding. Het woord van God, dat zegt ons hoe de vork in de steel zit. Jeremia, ook een profeet voor Israël, zegt in hoofdstuk 30 vers 7, wee, want groot is de dag, die dag zonder weerga. Let op, een dag. Want een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Jacob gaat zo door een benauwdheid heen, dat hou je niet voor mogelijk. Jullie denken allemaal dat je de wereld gaat ontsnappen door een zogenaamde opname van de gemeente, wat ook zo'n leugen is. Een Roomse fabel. Het staat op mijn website. Maar heb goede moed, Jezus is toch gekomen zijn volk te redden. Zullen ze zich bekeren, dan zullen ze daaruit gered worden. Dus God houdt ons voor zijn woord, als we terugkeren en wij zijn wethouder, ons overgeven aan die gezalfde koning van Israël die onze verlosser is, dan zal Israël gered worden. In deze benauwdheid ligt de grondslag van rassenvernietiging. Let goed op. In Psalm 83 vers 2 tot 5. Want zie, uw vijanden tieren, moslims, Turken, Marokkanen, Chinezen, Russen, kortom, die volkeren. Uw vijanden tieren, uw haters tegen het hoofd op, zij smeden een listige aanslag tegen uw volk, dus tegen ons, Israël, en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Nou zeggen ze, dus de Europese Unie, de Illuminati, wereldregering, al die lui die in die geheime organisaties zitten, zoals vrijmetselaars en zo, waar ons vorstenhuis en regeringsleiders ook in zitten, want die deugen allemaal niet. Wat zeggen zij? Kom, laten wij hen als volk verdelgen, dus wij moeten uitgeroeid worden, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Dus als we niet meer Zebulon zijn, maar een multiculturele bastaardvolk, dan is de naam van Israël weg. Dan bent u het zicht op eeuwig leven kwijtgeraakt. U zit op een zeephelm, u schiet met een pijlstoot rechtstreeks de hel in. Ja, ik zeg het heel luid en duidelijk. Want jullie moeten wakker geschud worden. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd. Dus wat die lui nou bekokstoven allemaal vandaag. Tegen u een verbond gesloten. Heel lang geleden heeft God dit laten opschrijven. Nou, dit feit vindt momenteel plaats in de eerder opgezonde Israël-natie. Dus ook in ons eigen land.
waar het onkruid bezig is om het goede zaad te verstikken. Dit komt omdat wij als volk steeds goddelozer zijn geworden. Die zo geliefde Amsterdam van die burgemeester van de Laan is de hoofdstad geworden van Sodom en Gomorra. Je zou er maar wonen. Kerkverlating op grote schaal. Valse godsdiensten en hun tempels, dus moslims, abortus, rassenvermenging, homohuwelijken en geweld en drugsgebruik op grote schaal. Vrouwen strijden voor een zogenaamde gelijkheid en daarom dragen zij mannenkleren en werken in mannenberoepen, zelfs in het leger. Er zijn meer zaken op te noemen, maar het is maar een klein begin. Het moslim-onkruid heeft zich in onze samenleving ingebed en willen ons nu knechten. Kijk maar naar die denkpartij in de Kamer. Zwaaien altijd met hun Nederlands paspoort. En ik heb al eerder gezegd, ze hebben niet ons DNA. Ze horen niet bij ons. Nou, ze willen ons knechten nadat zij de vruchten van onze arbeid al hebben ingepalt. Onze overheid en kerkelijke instellingen hebben hen zelf vanuit hun achterlijke gebieden hier naartoe gehaald en willen volgens Psalm 83 ons volk vernietigen. Volgens een vast plan die al even oud is. Neem nu de zogenaamde christelijke media, zoals de NCRV met hun reclame waar ons volk gehersenspoeld wordt op de tv om dagelijks een leus om dan te laten zien dat mensen gelijk zijn. Met een slogan, wij houden van mensen. Nee, ze houden van een multiculturele rotzooi. Als ze van mensen zouden houden, zouden ze van hun eigen volk houden, van de Adamieten. In dit spotje laat de NCRV zien dat de onkruid in beeld zich. Dat je het ook kunt zien. Het spotje is recentelijk weer wat veranderd, maar ze doen er eigenlijk allemaal mee. We gaan weer verder kijken. De KRO vertegenwoordigt de Roomse Hoerenkerk. De VPRO is openlijk een satansomroep geworden. Over de Vara maar te zwijgen, hun leer komt van Karl Marx. Maar de EO spant de kroon, dit is werkelijk een wolf in schaapskleren en evangeliseert in onkruidlanden en bedelt bij ons om geld met uitvergrote tv-beelden van zielige volkeren. Ook zij heulen met de Roomse Herenkerk, Hoerenkerk en geven priesters en bisschop graag zendtijd. Ook worden de afvallige christenen uitgebreid aan het woord gelaten. Als een dominee van zijn geloof is gevallen, wordt hij gelijk op de televisie aan het woord gelaten, zoals Karel ter Linde. Het is gewoon schandalig hoe Gods kostbaar woord de grabbel wordt gegooid. Al deze tactieken worden ingezet om het blanke volk van Noordwest-Europa te vernietigen. Door misleiding, goddeloosheid en rassenvermenging. Maar ons volk slaapt. En heeft geen goede herders. Laten wij daarom acht geven op de profetische waarschuwing en bid voor de bekering van de westerse volken. Willen we naar God luisteren, dan zal Psalm 81 werkelijkheid worden. Psalm 81 vers 14 tot 17. Welhaast zou ik hun vijanden vernederen en mijn hand tegen hun tegenstanders keren. Zij die de Heere haten, zouden hem wijzend hulde brengen. En hun straftijd zou voor altijd duren. Hij zou hem gespijzigd hebben met vetten en tarwe. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots. Nu is het andersom. Nu zijn wij bang voor de buitenlandse onkruid onder ons. En voor onze eigen overheid. Want als je praat dat je, zoals Wilders dat doet, dat je minder Marokkanen wil hebben, dan sta je gelijk voor de rechtbank. De Israëlvolkeren, die zo machtig waren, worden nu snel afgebroken en verliezen hun rijkdom aan die kaalvreters. De Heere laat u toe, omdat wij hem ontrouw zijn geworden en moeten daarom op de blaren zitten, omdat wij onze achterste hebben verbrand. Daar staat in Deuteronomium 11, vers 13 tot 17. Indien gij nu aandachtig naar de geboden die ik u heden opleg, zodat de Heer uw God lief hebt en hem dient met uw ganse hart en met uw ganse ziel, dan zal ik de regen voor uw land op zijn tijd geven, de vroege en de late regen, doordat gij uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen. Ik zal u op uw veld gras geven voor uw vee, zodat gij kunt eten en verzadigd worden.
Neem u ervoor in acht dat uw hart zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt naar andere goden, moslims, hindoeïsme en al die andere goden, maar er horen ook die politieke overtuigingen bij, dient en u voor hem neerbracht, dat doen we. Dan zou de toren des Heren tegen u ontbranden. Hij zou de hemel toesluiten, zodat er geen regen komt en de bodem zijn opbrengst niet geeft, en gij weldra te gronden gaat in het goede land dat de Heer u geven zal. Dat is gebeurd. Alles wat hier staat in Deuteronomium 11 is over Israël gekomen. Goed en slecht. Israël is een volk met een speciale roeping en daarom moeten wij bewust gemaakt worden van onze ware identiteit. Omdat zij Gods eigen volk zijn, proberen de duistere machten hen te vernietigen en de meest geriefelijke wapen is om het blanke ras te vernietigen door rassenvermenging of verbastering. Een derde wereldoorlog staat voor de deur. Daarom is bekering onze enige redding. We gaan kijken. Joël 2, vers 12 tot 17. Maar ook nu nog, luidt het woord des Heren, bekeert u tot mij met uw ganse hart, met vasten en geween, met rouwklacht, scheurt uw hart en niet uw kleren. Bekeert u tot de Heer uw God, want genadig en barmhartig is hij, langmoedig en groot van goede tierenheid, berouwhebbende over het onheil. Wie weet of hij zich niet wendt en berouw heeft en een zegen achterlaat. Zich laat overblazen tot een spijsoffer en een plengoffer voor de Heere, uw Gods blaaste bazuin. Hij zegt, blaas de bazuin op Sion, heilige vasten, roep een plechtige samenkomst bijeen, vergadert het volk, heilig de gemeente, roep de oude bijeen, vergadert de kinderen, de zuigelingen, de bruidegom treden uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidvertrek. Laat de priesters, de dienaren des Heren, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen, spaar Heren uw volk. Dat is wat ik doe als evangelist. En geef uw erfdeel die prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hem zouden spotten. Dan zal er nooit meer een moslim naar ons spotten. Nooit meer een goddeloze met ons spotten. Waarom zouden we onder de volkeren zeggen, waar is hun God? Waar is God in Nederland? Dan gaan we kijken. Ezechiël 18, vers 30 tot 32. Daarom zal ik u richten, huis van Israël, 10 stammen. Ieder naar zijn eigen wegen, luidt het woord van de Heer. Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen. Dan zal u dat niet een struikelbok tot ongerechtigheid worden. Werp alle overtredingen die gij begaan hebt van u weg en vernieuw uw hart en uw geest. Waarom toch zoudt gij sterven, huis van Israël? Want ik heb geen welgevallen aan uw dood. Gelukkig. Dan aan wie sterven moet, luidt het woord van de Heer. Daarom bekeert u op dat hij leeft. Luisteraars en kijkers, het is heel erg belangrijk dat we tot het besef komen dat wij gaan luisteren en kijken naar dat woord van God. Ik heb u uitgelegd wie de Ecclesia is en waarom wij als korps Ecclesia heten, waarom Ecclesia Radio bestaat. Om u als Nederlandse volk, die behoort tot de stam Zebulon en in Friesland tot Issachar, wakker te schudden. U heeft als u een Bijbel hebt, lees erin. Heb u geen Bijbel, koop er een. Gaat op onderzoek uit. Zoekt God op in uw gebed. En hij zal zich laten vinden. En daarom zenden wij dus deze dingen allemaal uit. Met een vaste vertrouwen. Dat in deze benauwdheid van Jacob waar we volop in zitten. Dat we daaruit gered kunnen worden. Maar als u het niet doet, gaat u voor eeuwig verloren. Er is geen medicijn voor dat het overgaat. Er zijn geen knappe geleerden. Er zijn geen grote mensen in de regeringen die oorlog kunnen voorkomen. Het staat allemaal verzegd. Want uw leiders, politiek en kerkelijk, zijn misleiders geworden. Ik zou er nog heel veel over kunnen zeggen, maar ik denk dat in deze opname meer dan genoeg is. We hebben heel veel brochures, we hebben ook heel veel boeken. Hier behandel ik dus de strijd
om de heerschappij. Het gaat altijd om heerschappij. De politiek maakt ons slaven van hun denken. Denk daar maar eens over na. Uw kerkelijke herders brengen u niet in de hemel, maar in het tegenovergestelde, in het rijk der duisternis. Mogen de God van Abraham, Isaac en Jacob zijn heilige geest uitzenden op ons volk, en dat u net als op de Pinksterdag, naar de preek van Petrus, die zo intens was, dat die mensen vroegen, wat moeten we doen om gered te worden? Als u beseft de ernst van de situatie, de tijd waarin we nu zitten, zou u roepen, wat moet ik doen om gered te worden? Petrus zegt, bekeert u, laat u dopen in de naam van Jezus. Dat is de enige weg voor redding. Amen.